Lens Duivestein, ja, een heel teleurstellend begin van het seizoen voor jullie. Ik denk dat jij je debuut voor Almere ook iets anders had voorgesteld. Ja, zeker weten. Ja, precies wat u zegt. Ik had hem heel anders voorgesteld. Ook met het goede gevoel hoe we hier naartoe gingen. En eigenlijk ook hoe we beginnen, hoe we 1-0 voorkomen. Ja, de tweede helft geeft het eigenlijk helemaal weg. Ja. Zonde. Ja, jullie waren eigenlijk in control in de eerste helft. Hè? Er leek geen veldje aan de lucht bij rust. Ja, ik ben het wel met u eens. Ja. Eerste helft hadden we eigenlijk de wedstrijd onder controle. Op misschien een paar momenten na, maar ja, voor de rest hadden we het inderdaad goed onder controle. En tweede helft aan het begin ook nog wel redelijk, maar ja, wat er daarna gebeurt, dat mag ons niet overkomen. Ja, eerste helft, aanvankelijk waren de kansen schaars. Hè? Eigenlijk was de eerste de beste kans raak. Een goede voorzet van Lesqua op jou. Jij knikt hem binnen. Maar die gaat dan via Koopmeiners, gaat hij erin. Hè? Ja. In eerste instantie werd hij aan jou gegeven, maar volgens mij werd hij later omgezet in een eigen goal. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet teruggezien of bekeken aan wie ze hem hebben gegeven. Maar ik dacht dat het de regel was, als je hem op goal kopt of schiet en hij wordt dan van richting veranderd, dan is hij voor jou. En ik dacht dat ik dat deed, maar uiteindelijk is dat ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste was hier om met 3 punten weg te gaan en dat hebben we nagelaten. Ja. Even later krijg je weer een goede kans. Die wordt gered door die keeper. En vlak voor rust zet Pauwels goed door. Hè? Die houdt die bal in. Ja, dan haalt hij hem er gelukkig uit. Ja, ik schoot hem tegen draads in. En volgens mij met zijn voet stopte die hem. Dus wat geluk denk ik voor de keeper. Misschien had ik hem hoog moeten trappen. Ja, ik keek wel kritisch naar mezelf op dat soort momenten. Ik vind het jammer dat ik een van die twee kansen niet heb kunnen verzilveren. Want dan ga je toch met een ruimere voorsprong de rust in en toch met een wat lekker gevoel en wat meer rust. En wat, dat had beter geweest als een van die twee zeker erin was gegaan. Ja, dan de tweede helft, dan wordt het slordig. Het verval is heel groot bij jullie. Ja klopt. Ik denk, wat ik net ook al zei, het eerste kwartier gaat het nog wel. Houden we wel redelijk controle, maar ja, daarna valt het weg. En komen er zulke grote ruimtes voor hun om te voetballen en we zakken steeds verder terug. En dan valt die 1-1 en dan ook nog de 2-1 erbovenop. Ja, dat mag niet gebeuren. Ja, en het slotoffensief kwam ook niet meer echt lekker van de grond, hè? Nee, klopt. Ja, je probeert het wel natuurlijk met de extra spits en voorzetten van de zijkant. Maar ja, die vielen maar niet goed en dan verlies je gewoon 2-1. Ja, zuur. Conclusie van de avond? Conclusie van de avond, onnodig. Het had ons niet mogen gebeuren. We hadden hier gewoon met 3 punten weg moeten gaan om goed aan de competitie te beginnen. Maar aan ons om ons vrijdag te herpakken.